Hallo en welkom. Welkom bij Dutch for All. Deze video gaat over het werkwoord zitten. So this video is going to be about the verb to sit. Let's get started. But before we get started, please support Dutch for All. Geef een like and also subscribe if you're interested in learning more Dutch. Wat heb je nodig? So what do you need? Een pen, een schrift en je aandacht. Een pen is a pen, een schrift is a notebook en je aandacht is your attention. De tegenwoordige tijd, so the present tense. How do you do it? Ik, jij en hij zijn het is stam, so the stem. Zij, wij en jullie is het hele werkwoord, so the whole verb. Wat is de stam? So, what is a stem in this case? Een stam is een werkwoord min en. So, the verb minus en. Wat is de stam van zitten? Zitten min en is zit. But, because we cannot have a word end with a double t, we make it into zit. Tegenwoordige tijd. Ik zit, jij zit en hij, zij en het zit. Zij zitten, wij zitten en jullie zitten. Ik zat, jij zat en hij, zij en het zat. Zij zaten, wij zaten en jullie zaten. So as you see, this one is irregular. That's what onregelmatig means. Het voltooid deelwoord. Ik heb gezeten. Jij hebt gezeten. Hij, zij, het heeft gezeten. Zij hebben gezeten. Wij hebben gezeten. En jullie hebben gezeten. De voorbeelden. So some examples. Voorbeeld 1. Mijn moeder zit op een stoel. Mijn moeder zit op een stoel. So my mom is sitting on a chair. Voorbeeld 2. Mijn vader zat op de bank. Mijn vader zat op de bank. So my dad sat on the sofa. Voorbeeld 3. Ik en Mo hebben vandaag lekker in het park gezeten. Ik en Mo hebben vandaag lekker in het park gezeten. So me and Mo were sitting today in the park. And as you see, I put the word lekker in between there because that's so Dutch. You can use the word lekker, which means delicious, in a lot of situations. So today we deliciously sat in the park. Something very common in Dutch. Voorbeeld 4. Ik zit op school. In this case, we use the word sitting for another reason. This means I'm sitting on school. But in Dutch, what we mean with that is that I am applied to school. If that makes sense. Maak de les compleet. Geef 2 voorbeelden in de reacties. So to make this class complete, please give 2 examples in the comments. Okay, thank you so much for watching. Please subscribe for more Dutch practice if you're interested. And I wish you a really nice day. Doei!